Breda Nu. Je weet het meteen. Op de ijsbaan van Breda organiseerde Breda Actief deze week een actief dagje op het ijs voor de kleintjes. Vanuit verschillende basisscholen konden kinderen zich aanmelden om een dagje activiteiten met de vrijwilligers van Breda Actief te volgen. Ik werk als vrijwilliger voor Breda Actief. En dat is een organisatie die allerlei sport- en spelactiviteiten organiseert voor kinderen. In elke schoolvakantie, dus als ik tijd heb, dan help ik graag mee. Iedere vakantie hebben we voor alle basisschoolleerlingen in Breda hebben we X-Kids activiteiten. Dat zijn gewoon vakantieactiviteiten. En dat hebben we iedere vakantie in de wijk, zeg maar. Dus vier verschillende gebieden. En twee keer per jaar hebben we dat stedelijk. We hebben een wintereditie en een zomereditie. Nou, dit is de wintereditie, dus het leek ons mooi toepasselijk om naar de ijsbaan te gaan. Kijk je uit naar deze dag? Ja. Waar heb je het meeste zin in? In het schaatsen. In het schaatsen, ja. En vind je de spelletjes ook leuk die ze gaan doen? Ja. Mijn vader en moeder die zagen allemaal activiteiten van Breda Actief. En daar, dat vond ik wel leuk. We hebben vandaag een maximaal bereik van 164 kinderen per groep. Dus ochtend en middag, dus zijn 132 kids. Vanuit Deltaland hebben we een schaatstrainer die gaat rondjes schaatsen op de 400 meter baan. Dus die gaat technieken aanleren. We hebben van Optisport, die gaan curling doen. Dus ze gaan ook nog een beetje curlen. Ze hebben van Jully iSports, gaan ze kunstschaatsen. En we hebben gewoon het vrij schaatsen. Dus gewoon een half uurtje vrij lekker je ding doen. Ja, wij staan in de wijken en op scholen. En via de scholen krijgen ze flyers, maar ook via de wijk, zeg maar. Via onze wijkactiviteiten. Ze kunnen in principe aanmelden via de site, maar er zijn er ook heel veel kinderen die bij ons gewoon, die wij zien. Waar we zeggen van joh, heb je niks te doen, kom anders gewoon lekker langs. Dus eigenlijk zo benaderen we iedereen. Breda Nu. Je weet het meteen.